Nadat president Chandrika Prasad Santokhi gisteren in de Nationale Assemblee had aangegeven dat de koopkrachtversterking, die bedoeld is voor de kwetsbare groepen in de samenleving, in de praktijk op de bankrekeningen van derden werden gestort, hebben diverse DNA-leden vragen gesteld over het sociaal beleid. De president gaf mee dat er daarom een kladonderzoek is gestart en de resultaten worden afgewacht. NDP-parlementariër Tatiana Losje zei dat het verhaal van de president niet geloofwaardig is en dat het erop lijkt dat de regering de koopkrachtversterking niet wil voortzetten. We weten dat de regering niet in staat is die koopkrachtversterking te betalen. Vandaar deze scenario welke zelf door hun bedacht is. En voorzitter, als het niet klopt, de president heeft aangegeven dat er een onderzoek gaande is bij KLAT. Voorzitter, we kennen het verhaal van financiën. We kennen de grootschalige fraude bij onderwijs. Zoveel onderzoekingen en we hebben nog steeds geen antwoord op geen van de onderzoekingen. Gaan we dit in de doofpot doen, voorzitter? Voorzitter, en ik kijk naar de minister van Sosavo. En als u weet, want niemand anders treft de blaam dan u, minister. Als u weet dat het niet zo is, dan verwacht ik van u een feedback om dit te ontkrachten. Want dit verhaal klopt helemaal niet. En nog eens een keertje, voorzitter. Het geld aftroggelen van het volk en scenario's bedenken, een spelletje spelen met het volk, moet behoorlijk afgestraft worden. VHP-parlementariër Kishan Ramsukul riep de regering op om slagvaardiger te werk te gaan als het gaat om het bestrijden van corruptiepraktijken en de nodige onderzoekingen te ondersteunen. Het volk moet heel vaak aanhoren dat mensen per ongeluk stukken hebben ondertekend. Onderzoek van corruptiezaken duurt inderdaad te lang. Het volk zoekt naar de resultaten. Ik ben wel blij met de daadkracht die de president getoond heeft in de kwestie van grondzaken. Jammer dat deze zaken het goede werk dat deze regering doet overschaduwt. Ter afsluiting vraag ik via u de president om vast te houden aan de ingeslagen weg en te blijven streven naar vooruitgang. Duurzame ontwikkeling en structurele herstel van onze economie is wat we moeten hebben in Suriname. De president en de DNA-leden spraken gisteren tijdens de algemene politieke beschouwingen. Los van de kwestie van corruptiepraktijken bij aanvragen van koopkrachtversterking is het sociaal beleid van de regering flink onder vuur genomen door leden van het parlement.